Alright, waar we het dan vandaag over gaan hebben. Onze LinkedIn DM-strategie en hoe je daar ook uiteindelijk 10 tot 20 sales calls per maand mee kan genereren. Hoe ons chat-to-call framework werkt in 6 stappen. En wat inzichten zijn die wij recent hebben opgedaan om deze nog effectiever te maken. We gaan voorbeelden van DM-gesprekken van mij behandelen die uiteindelijk klant zijn geworden, zoals je die hier net zag. Zodat jij ook in de praktijk kan zien hoe het werkt. We gaan in op wat je kan doen als jouw DM's momenteel niet werken. En het stappenplan om dat te tackelen. Je krijgt een gedeelte van mijn eigen DM-scripts, dus die krijg je ook ongeveer hier zo. Dus dat is best wel in het begin. En die je zelf ook toe kan passen. Ook als je, ja, dus die krijg je. Je krijgt ook dit hele bestand. Dus je hebt hier straks, zie je mijn DM-scripts. En dit bestandje kun je ook aanvragen. Dus door bestand te commenten. En dan stuur ik je ook deze scripts en de rest van deze informatie toe aan het einde van deze masterclass. Mocht je deze masterclass in de recording kijken, stuur me dan eventjes een DM op LinkedIn met bestand. Dan stuur ik je dit ook toe. Bestand LinkedIn DM, dan anders dan worden we verward met de bestandjes. Oké. Je krijgt inzicht in voorbeeldconversaties van mensen die maanden in de DM zaten en toch een call inplanden en klant werden. Want misschien heb je dat nu. Misschien heb jij nu heel veel leads die in de DM zitten bij jou, maar die gewoon waarvan je denkt van ja, hoe moet ik jou nou converteren naar een klant? Want je zit al zo ontzettend lang in de DM. Wat moet ik nou precies doen? Dus daar gaan we het over hebben. Oké. Kijk of er vragen zijn. Ik zie bestand. DM, goedemorgen. Geen vragen. Oké, okay, alleen maar DM's in bestand. Oké, okay, perfect. Kijk, deze moet ik even goed neerzetten, zodat ik comments kan zien. Als iemand vragen tussendoor heeft, laat dat gerust weten. Ik kijk af en toe hier zo rechts onderin mijn scherm. Alright. Nou, in het kort, mijn ervaring met LinkedIn DM's. Ik heb zelf meer dan 15.000 DM-gesprekken gevoerd op LinkedIn. En echt vrijwel alles getest. Dus echt, bijvoorbeeld, stel je voor, je hebt een hele conversatie. Nou, in het begin haken mensen aan het begin af. Dus ik moest het hele begin testen. Van oké, wat werkt er in het begin? Dan haken mensen af bij het tweede berichtje. Oké, dan moet je het tweede berichtje testen. Dan het derde berichtje. Dan het derde berichtje testen. En ik heb echt een hele flow ontwikkeld. En die is niet per se copy-paste in iedere branche toepasbaar. Maar de principes daarachter, dat zie ik ook bij mijn klanten, die werken. En er zijn altijd nog andere strategieën die kunnen werken. Maar de principes, de onderliggende principes van deze strategie, ja, die zijn gewoon, die heb ik gewoon getest op 15.000 DM-gesprekken. Bijvoorbeeld ook met weggevers, ga ik straks ook wat meer over vertellen. Maar LinkedIn-weggevers, je kan heel veel aanvragen krijgen op jouw post als jij een weggever plaatst en zelf gewoon comment. Eerder, ik heb echt, voordat ik denk ongeveer 5.000 comments had gegenereerd. Bij 5 à 10.000 comments begon ik pas ongeveer veel calls te genereren uit de comments voor een weggever. Dus wat nu ook een van onze manieren is om de meeste sales calls te boeken, is eigenlijk of een weggever post in ruil voor een comment, of een LinkedIn live in ruil voor een comment. En dan op die manier mensen heel veel waarde bieden, waardoor zij zelf denken van, hey, oké, dit is misschien ook interessant voor mijn diensten om verder op te pakken. Nou, dus ik heb echt vrijwel alles ook getest. Heel veel follow-ups heb ik getest. Dus ik heb getest om mensen echt heel veel follow-ups te sturen. Zag ik zelf persoonlijk wat minder werken. Directe berichten, dus gewoon heel direct zijn van hey, ik kan je mogelijk helpen. Heb je interesse om daar een keer over te bellen? Hele indirecte berichten, dus heel erg. Oké, okay, relatie opbouwen. Hoe is het in je. Om bij te spreken, hoe is het? Ik heb echt heel veel dingen getest. Waarde geven. Dus je kan het bijna niet bedenken. Ja, zolang het maar bij mijn kernwaarde past, uiteraard. Maar ik heb echt bijna alles getest. En over onze business. Wij draaien nu rond de 100k per maand met uitschieters. En 50% van onze calls komt ongeveer via DM's. En ik heb ook al aan meer dan 150 ondernemers DM's geleerd. En die vind je ook op deze pagina. Als je niet bekend bent met onze klantresultaten en reviews. Hier zie je zelf een aantal reviews en resultaten van klanten die wij geholpen hebben. En heel veel daarvan hebben we ook geholpen met onder andere LinkedIn DM's. Oké. Okay. Ja, en we hebben ervaring ook met zowel sales calls genereren via LinkedIn DM's. Wat wij meestal doen, dus wij raden ook in de meeste gevallen mensen aan om sales calls te genereren. Want het is een stuk makkelijker, naar mijn idee, om een sales call te genereren in de DM. En dan op de sales call te kijken of je een match hebt en daar een sale te maken. Dan dat je het direct doet via de DM. Dus we hebben het ook een paar keer gedaan in deze maps en ook een aantal conversaties waarin dat ook is gelukt. Ik zal er straks ook even eentje door gaan spreken. Maar ja, dan weet je het. Dus we hebben bij beide ervaring. En dan gaan we er lekker induiken. Oké, okay, wat ik als eerste ga doen, ik ga eventjes een paar van die voorbeeldconversaties erbij pakken. Gesprek 4 en gesprek 10, zodat je een beetje weet hoe het werkt. En daarna ga ik in op de principes. Dus gaan we eerst naar gesprek 4 toe. Zoals je ziet, dit is gesprek 4 en ik loop er gewoon heel eventjes doorheen, zodat je een beetje een beeld hebt van hoe een DM-flow kan gaan. Kijk, oké, deze persoon had zich aangemeld voor mijn 30-daagse LinkedIn-challenge. En ja, dus ik gaf in maart, april gaf ik een challenge op LinkedIn met 5 masterclasses, 30-daagse LinkedIn-challenge.
En dan konden mensen commenten onder mijn post om daar een uitnodiging voor te ontvangen. Toen zei ze: ik ben benieuwd. Kijk of ik nu eindelijk het voor elkaar kan krijgen hoe ik via LinkedIn ook business kan genereren. Zie je dan, groetjes, naam. Supernaam, oké. Okay. Ik zeg even een denkbeeldige naam. Super Mitchell. Nee, dat is een beetje verwarrend met Michel en Mitchell. Super Jan. Oké, groetjes Jan. Oké, super Jan. Hey Michel, graag wil ik ook die converteren training ontvangen. Trouwens, soms valt je live event uit. Geen idee of dat bij mij ook zo is of bij een andere. Dus Jan was een live event van mij aan het kijken. En daar had ik het over een training over hoe je aandacht kan converteren. Die wilde hij ook graag ontvangen. En hij stuurde mij dat dus in de DM. Dus je ziet, als je zelf bepaalde waarden weggeeft, dan komen leads ook heel erg vaak bij je terug. Ik hoefde hem hier geen follow-up te sturen. Oké, okay. Hey Michel, geen idee hoe het komt, maar bij mij komen je docs niet in de comments. Zou je ze willen delen via de DM? Dat is, nou, kan gebeuren natuurlijk. Oké, okay. Nou, tof dat je aanwezig was. Dan stuur ik hier zo alle weggevers toe, dus heel veel waarde. Oké, okay. Ik vroeg hier dan uiteindelijk van, hey, hopelijk is het van waarde. Ik zie je bij de volgende terug. Ze zei, hey, het is zeker van waarde. Dankjewel voor het delen van de links en tot de volgende keer. Nou, dit is dan voor ons een momentje van, hey, je ziet dat deze persoon wel warm is voor ons. Dus hij is gewoon enthousiast. We hebben hem veel waarde gegeven. En wat we dan vervolgens zeggen is, hey, ik keek trouwens net even op je profiel, Jan. En je doet interessante dingen. Ik zag dat je ook regelmatig aan het posten bent op LinkedIn. Haal je daar al mooie resultaten uit? Dus dit, hier kom ik straks op. Maar dit is een van de fases in mijn DM-proces. Om het gesprek door te leiden van koetjes en kalfjes. Naar gesprekken waar je ook echt business uithaalt. Dus hier eerst waarde geven. En dan vervolgens, hé, je doet interessante dingen. Haal je er een resultaat uit? Nou, het is een erg leuk onderwerp. Resultaat valt nog tegen in de DM. Dus misschien is hij ook wel bij deze masterclass. Dat kan. Okay, hij doet iets niet goed, waardoor hij nog geen resultaat heeft. Nou, hij is wel overtuigd aan de gang te krijgen. Maar hij weet niet helemaal hoe. Nou, ja, precies. Als ik even naar je profiel kijk, dan zie ik wel wat potentie voor jou in je aanbod op LinkedIn. Net inderdaad omdat weinig personen over dit onderwerp spreken. Lijkt het je waardevol om een keer een call in te plannen met een coach en een team om te kijken of we je kunnen helpen? Nou, ik denk dat we dat goed zouden kunnen doen. Laten we dat gewoon doen. Ik hik er een beetje tegenaan omdat ik niet goed kan bepalen wat jullie tarief is, maar let's go. Laten we zo'n gesprek inplannen. Nou, dan vragen wij nog altijd, hey, vind je het goed als ik je een linkje van onze online agenda toestuur? Dan kun je daar een tijd uit kiezen die je goed uitkomt. Dat is goed. Oké, okay, nou, linkje verstuurd. En dat was dus de call geworden. En hier is uit mijn hoofd. De naam is even doorgekrast, dus ik weet even niet of hier een klant uit is gekomen of niet. Maar 80% van deze map is een klant. Oké, okay, gesprek 10 hebben we dan nog als volgende. Oké, okay, dat is deze. Nou, dus deze persoon die had ook een weggever aangevraagd gedaan. Die had een trainingsbundel aangevraagd. Laten we ook weer even zeggen dat diegene Jan heet, is een andere naam natuurlijk. Nou, dan heb je hier alle trainingen. Super waardevol. Kijk, echt veel training, zien jullie? Dus je wil niet te bang zijn om veel waarde weg te geven in de DM. Je kan echt mensen. Daarmee breek je het ijs. Dus je kan of heel veel moeite doen door steeds hele persoonlijke berichten te typen. Dat kan, maar dat kost tijd. Of je kan die weggevers van zo sturen dat mensen denken van, wat? Dus je pauzeert gewoon eventjes. Dus dat is, nou, dat gaat gewoon door. Kijk, dat was het. Ik hoop dat je waarde uithaalt. Ik zag dat je ook regelmatig aan het posten bent. Lekker bezig. Haal je daar al mooie resultaten uit? Heel nice, thanks. Ik ga me de aankomende weken verdiepen. Resultaten gaan nog mee, maar de eerste aanvragen zijn wel binnengekomen. Verbaast me vooral af en toe over het bereik van zo'n post. Het gaat best snel, best hard. Ja, absoluut. De juiste post kan je veel opleveren. Als ik naar je profiel kijk, dan zie ik wel potentie voor jou in je aanbod op LinkedIn. Totaal vrijblijvend. Nou, dit berichtje herken je. Ik denk dat we je supergoed op weg zullen kunnen helpen. Lijkt me tof om iemand van je team te spreken. Nou, linkje van de agenda is goed. Nou, dus diegene die had de call. Of wel een call gestuurd. Nou, even een vraag. Dankjewel voor de reactie van de masterclass. Het ging zo door. Nice, call is ingepland. Top, we kijken uit om met je te spreken. En ook als je dit soort lives geeft, of als je dit soort weggevers doet, mensen die worden gewoon steeds warmer. Want je hebt niet alleen dat je in de DM met ze praat. Dat is echt een van de grootste tips die ik aan je kan meegeven. Straf, ja, straf, ja, dat, ik ga hem pas bij je meegeven. Als je enkel DM's doet en niet het aanvult met content, loop je echt zo ontzettend veel mis. Want je kan letterlijk met één post of één live zoals deze, kun je in één keer gewoon. Soms 100 of meer mensen, met een post nog veel meer. Dat zijn het gewoon duizenden mensen. Dan stuur je eigenlijk een soort van follow-upje naar duizenden mensen. Je houdt ze daarmee in de loop. En als mensen een live van je kijken, dan zijn het natuurlijk minder mensen. Maar als ze dan kijken, dan kijken ze ook wel voor een langere tijd. En dan maak je ook nog meer stappen in het klantproces. Dus dat is een hele mooie. We hebben hier dus een aantal principes voor onze LinkedIn DM's. Dit zijn meer de onderliggende principes. En dan gaan we straks wat meer in op het hele concrete framework. Oké, okay. Het eerste principe wat wij aanhouden is snelheid. Dus laat de call zo snel mogelijk inplannen. Sorry. Laat de call zo snel mogelijk inplannen via Calendly. Dus soms dan vragen mensen van, hey, moet ik de leads helemaal kwalificeren in de DM? Of moet ik ze direct laten inplannen? Wat moet ik hiervoor doen? En mijn beste tip hiervoor is dat je Calendly de leads laat kwalificeren. Kijk, Calendly, dit is bijvoorbeeld een Calendly event van ons. Kijk op deze.
Ja, deze doet het. Perfect. Kijk, Calendly is eigenlijk, dit is een linkje in de online agenda. Dus als iemand vraagt van, hey, als wij vragen, vind je het goed als we je een linkje doorsturen, sturen we dit linkje toe. Nou, en wat mensen dan doen, hier zo plannen ze dan, kunnen ze een tijdslot uitkiezen. En dan hier stel je een aantal vragen. Nou, we hebben een telefoonnummer, bedrijfsnaam, wat zou je graag willen bespreken? Hoeveel omzet wil je draaien? Hoe ver zit je op dit moment van dat doel af? Wat houd je tegen om deze doelen te behalen? Nou, waar zie je de grootste kansen? Heb je het ook budget om te investeren? Een link naar je LinkedIn-profiel en hoe ben je voor het eerst met ons in contact gekomen als een stukje marktonderzoek. Dus kijk, als iemand een call wil inplannen, dan, of als iemand deze vragen invult, dan weet je eigenlijk al meteen of iemand gekwalificeerd is of niet. Dus daarom gebruiken wij deze altijd. Want stel je voor, je wil iemand helemaal. Stel je voor, iemand wil gewoon een call inplannen. Maar jij wil eerst al die vragen stellen. Op een gegeven moment is het gewoon een beetje ongemakkelijk dat diegene gewoon zoiets heeft van, ja, ik wil gewoon die call inplannen. Of anders moet je steeds al die vragen afgaan, wat een beetje. Ja, wat een beetje kan, als je het goed doet, natuurlijk niet, maar het kan best wel nep overkomen dan. Of hij is echt een vragenvuurtje aan het stellen. Want kijk, soms dan kan iemand een call inplannen, zoals je ook ziet in deze map. Soms dan is het naar 17 screenshots. En soms is het naar 4 screenshots, of zelfs 2 screenshots. En als iemand dan direct een call wil, of sneller een call wil, dan is het mijn filosofie. Laat iemand, als je voelt in het DM-gesprek dat iemand klaar is om een call in te plannen, laat hem dan inplannen. Dus als je voelt van, hey, ik schat in dat deze persoon nu open zou staan voor een call. Dan kun je dat linkje versturen en dan plant hij via daar een call in. Misschien denk je nu van, ja, hier zijn een aantal vragen. Zijn zoveel vragen goed voor de call? Kijk, als je de call zelf doet of als een teamlid van jou een call doet, dan besteed je daar gewoon in ons geval 45 minuten tot een uur aan. Dus dat vind ik wel waard om een extra barrièretje voor toe te voegen. Als je er heel weinig vragen doet, krijg je wel meer leads. Maar dan zijn de leads ook minder warm of minder kwalitatief. Of ze hoeven minder moeite te doen om met jou op de call te komen. En helemaal als je het zelf doet, dan wil je jouw tijd naar mijn mening wel goed beschermen. Dus ik zal wel, ja, gewoon lekker wat vragen daar toevoegen. Om ook echt goed te kijken van, hey, ben jij gekwalificeerd? Of kan ik mijn tijd aan jou besteden? Nou, wat ik ook heb is hier zo een trainingsvideo over hoe je Calendly optimaal kan inrichten. Dus het bestand, hier staat hier Calendly, je hoeft niet Calendly te commenten. Als je dit bestandje wil aanvragen, dan kun je bestand commenten hieronder. En dan staat deze training daar ook in. Dus ook het formuliertje hier zo staat erin. Ook de trainingsvideo staat daarin. Over hoe je deze dus helemaal optimaal instelt. Het is een training van, kijken, van 29 minuten. Echt over alles. Dus hij is ook al een aantal keer bekeken, nog niet heel vaak. Maar deze kun je dus ook aanvragen als je dat wil. Oké, dan waarde, dat is het tweede principe, die zei ik net ook al. Geef leads waarde in de DM door trainingen te sturen, want op deze manier warm je ze verder op. Kijk, dit is ook een scriptje. Kijk, je kan ook mensen heel veel, dus wij zeggen ook meestal van, hey, kan ik je blij maken met een aantal trainingen over leadgeneratie en virale content? Nou, en als ze dan ja reageren, sturen we ook zo op die manier heel veel trainingen op. Want op die manier warm je ze verder op zonder heel veel moeite te doen. Dus het tweede principe is waarde. Geef waarde in de DM. Dus los niet per se iemand zijn hele exacte probleem op. Je hoeft niet al iemands vragen te beantwoorden. Maar met trainingen kun je alsnog die waarde geven. En dan bouw je alsnog goodwill op zonder dat je steeds al die persoonlijke vragen hoeft te beantwoorden. En zonder hun probleem al direct op te lossen. Want als je al die vragen zo gaat beantwoorden, is hun probleem ook al meteen direct opgelost. Oké, kijk hoe vragen tussendoor zijn. Oké, ik zie bestand. Ruben, ik ga straks even bij jou vragen. Ik ga wel even op jouw vraag in. Ruben vraagt: hoe vergelijk zijn de mensen die je koud benaderen per DM? Ik merk dat ik het angst heb om wat fout te doen en daarmee potentiële leads te verliezen, waardoor ik het helemaal niet doe. Als ze je irritant vinden, ben je ze dan kwijt of wacht je een tijdje benaderen ze dan nogmaals? Wat is jouw ervaring? Oké. Ja, mensen die je koud benaderen in de DM. Ja, kijk, mijn perspectief daarop. Ik had het in het begin zelf ook dat ik bang was om mensen te benaderen in de DM koud. Nu doen wij sowieso trouwens meer met warme leads. Dus leads benaderen ons meer dan wij hen. Alleen, wat ik toen op een gegeven moment dacht is, hey, oké, waarvoor ben ik ondernemer geworden? Ben ik ondernemer geworden om financiële vrijheid te behalen? Om impact te maken? Om voor dierbaren te kunnen zorgen? Om te genieten van het leven en de mooie momenten? Of ben ik ondernemer geworden omdat ik wil dat niemand mij een beetje onaardig vindt als ik hem benader? Right? Dus dan is het van. Dat was toen voor mij dat ik dacht, ja, ik ben hier voor ondernemer geworden. Niet om niemand mogelijk tot last te zijn die ik gewoon een bericht stuur voor mijn diensten. Dus dat is eigenlijk de eerste die mij heel erg heeft geholpen om daar overheen te komen. Als iemand niet reageert de eerste keer, ja, dan zou ik zeker heel vaak follow-up sturen. Je kan ze zelfs, dus een van mijn mentoren, Alex Formosi, die zegt ook, ja, als ik outreach doe naar iemand, dan doe ik alle outreach naar één persoon, dus bijvoorbeeld naar mij. En dan via LinkedIn, via mail, telefonisch, via Instagram, op alle kanalen, meerdere keren tot ik reageer. Dus dat kan zeker weten. Dat kan zeker weten, ja. Oké, okay. Leverage. Dit klinkt misschien wat gek en onpersoonlijk,
Maar je runt een business en een DM aan één persoon sturen is een veel minder grote hefboomtaak dan een virale weggeverpost creëren. Wat bedoel ik hiermee? Kijk, als je momenteel niet heel veel leads in je DM hebt, dan sommige mensen die hebben dan zoiets van, hey, en dat is ook, ik snap de denkwijze, van hey, ik wil mijn DM's meer converteren. Maar als er niet heel veel warme leads in zitten, kijk, dan typ je steeds berichten, dan ben je daar steeds 5 à 10 minuten mee bezig soms. En dan reageert de lead daar niet op. En dat is natuurlijk super vervelend. Dus wat je dan beter kan doen, naar mijn mening, is een weggeverpost plaatsen of schrijven. Dan kun je gewoon steeds weggevers één keer maken, blijven weggeven in ruil voor een comment. En als je dan de skill hebt om die viraal te laten gaan, dan krijg je gewoon leads in de inbox die jou benaderen en die warm zijn. En dan ben je vooral bezig met het chatten met warme leads. Dan ben je echt op grote schaal bezig. Want met één weggeverpost kun je gewoon tienduizenden impressies genereren op LinkedIn. En dan bereik je naast de leads in je DM ook nog meer volgers, meer mensen die jouw post zien, mensen die op andere manieren interesse hebben, et cetera. Dus dat is ook het vierde, ja, dat is niet echt een principe. Dit is meer een principe van leverage, van hey, mijn persoonlijke filosofie, kijk, je hebt natuurlijk altijd hele warme leads, volg die altijd op. Warme en gekwalificeerde leads, heel belangrijk. Maar weggevers, dus zorg je wel, of ik persoonlijk raad aan om je te focussen op de hefboomtaken, zoals content. En je niet te blind is. Kijk, als je bijvoorbeeld echt zoiets hebt van, hey, ik hoop echt dat deze persoon, ja, iedereen heeft dat, ik heb het nog steeds af en toe, dat als er iemand gewoon heel tof is of heel warm is, dan hoop je nog steeds dat hij een calling cliff net doet. Maar het is niet dat je maar twee personen hebt waarvan je denkt, oh, ik hoop echt dat deze het doen, want dat zijn mijn enige twee leads. Dan zou ik niet bezig gaan met DM's, maar met weggevers. En ik heb hier ook een training over een weggever DM funnel. Dus dit is een training. Als je het bestandje dus aangaat, krijg je deze ook. En dit is echt, deze is heel goed bekeken. Hele goede reacties ook op. Inspirerende voorbeelden, waardevol. Thank you, Michelle. Dit is echt, echt, echt een hele goede training, deze. Dus als je het bestand aangaat, dan kun je deze hier ook in bekijken. Oké, en je wil dus dat je weggevers plaatsen, dat leads jou benaderen en dat het gesprek dan makkelijk voortgezet wordt. Ik ga heel eventjes stoppen met mijn scherm delen om te kijken of daar geen gegevens in staan in gesprek 8. Heel klein momentje. Ja, perfect. Oké. Check. Deze ga ik hier zo weghalen. Kijk, gesprek 8, zoals je ziet. De eerste keer dat iemand hem aanvroeg was een weggever. Dus een ChatGPT-weggever. Dus ontvang de eerste twee modules van ChatGPT Secrets gratis. Nou, dan vervolgens sturen we een follow-up. Dit is ook een van de strategieën die wij onze klanten leren, deze follow-up. Nou, dus dan zeggen we van, hey, binnenkort lanceer ik een nieuw programma. De eerste mensen die instappen krijgen een kleine korting. Heb je daar mogelijk interesse in? Als je hem helemaal wilt doorlezen, laat dan gerust even, of screenshot dit gerust even, of maak een foto. Dan ga ik hem niet helemaal doorlezen steeds. Je ziet deze nog wel vaker terugkomen. Of je hebt trouwens de DM-conversatiemap, dus je hoeft hier geen foto van te maken. Nou, dan zegt diegene, sta altijd open voor initiatieven. Is het goed als ik je een linkje doorstuur? Nou, super, helemaal goed. Dus zo makkelijk kan het ook zijn. Lukt het om je beschikbare tijd te vinden? Dus dan is het van, nee, ze had geen call ingepland, dus ik stuur de follow-ups. Nog een keer, je zal het druk hebben. Nou, weer niet. Dus weer geen reactie. En deze zat dus heel lang in de DM. Want de eerste keer dat zij een DM aanvroeg of iets aanvroeg, was in april was het ongeveer. Nou, hier was het juni. Dus ik stuurde toen een bericht terug. Dan was het hier 20 juni. Dan hier 22, 28. En dan had ze op 21 augustus, had ze weer een weggever aangevraagd. En dit is dus de kracht van weggevers. Dat je steeds weer opnieuw mensen in die loop houdt. Want als je geen weggever had, dan was het gesprek misschien al lang helemaal. Kijk even als ik terug ben, was het. Oké. Nou, hier, kijk, de weggever. Nou, dankjewel voor het toesturen. Nou, bedankt. Nog een weggever. Dit was dan in december. 16 december. En hier 29 december komt ze bij de LinkedIn Challenge. De driedaagse LinkedIn Challenge. Niet de 30-daagse, maar de driedaagse. Nou, 5 januari vraagt ze een aantal weggevers aan. Nog een keer. Hier nog een keertje. Nou, 13 januari alweer. Nou, 29 april. Even kijken. Is het hier dan? 29 april vroeg ze alweer iets aan. Maar hier tussenin, dus je ziet de call niet. Ze had uit zichzelf dan een call ingepland en is ze een klant geworden. Dat was ergens in januari, februari. En dan zie je dat die weggever loops, dat je die steeds in wil houden, dat het zo krachtig is. Want je dan de leads ook steeds terug kan laten komen. Het is niet alleen voor nieuwe leads, maar ook dat je steeds de gesprekken weer op kan pakken met al die leads. En dat is ook een van de grote tips. Dat als jij momenteel veel leads in de DM hebt zitten en die niet converteren, dat je dan wel consistente weggevers blijft plaatsen. Want juist die leads, die zijn ook steeds warmer en die komen dan verder in de loop. Het is niet zo dat mensen na één weggever al direct altijd converteren. Soms in een sales call, soms wel. Maar soms heb je er ook gewoon 10 nodig. Ik heb af en toe dus, soms vragen mensen mij ook van, ja, Michel, wat nou als iemand een call bij mij heeft ingepland, het niet doet en mijn weggevers blijft aangaven? Saboteren die weggevers dan niet mijn conversieratio?
En ik heb juist zoiets, als iemand het op de sales call niet doet en mijn weggevers kijken en aanvraagt, ik denk dan, yes, diegene blijft mijn weggevers kijken. Dus de kans wordt zo groot dat hij over een paar maanden instelt, want hij wordt nog warmer, hij krijgt nog meer waarde en et cetera. Dus echt op die manier, het is zo'n groot voordeel om die aandacht van mij, want als de aandacht naar jou toe gaat, kijk, als de aandacht niet bij jou ligt, dan gaat de aandacht misschien naar een andere informatieve video toe. En waardoor denk je dat de kans groter wordt in de toekomst? Dat als de aandacht bij jou ligt in de video, dat ze bij jou kopen, of bij iemand anders dat ze bij jou kopen. Dat is sowieso bij jou. Dus je wil die aandacht bij jou houden en daarom ook hele waardevolle weggevers hebben. Oké, het vijfde principe is focus. Zorg dat je prioriteit geeft aan de juiste leads. Dit is echt een hele grote fout die heel erg veel klanten van mij maken, waardoor ze te veel tijd bezig zijn in de DM's en ook andere mensen maken. Dus als je één ding meeneemt van deze hele masterclass, nou, laten we zeggen, want ik heb nu echt in het begin de belangrijkste principes. Het eerste belangrijke is, laat iemand zo snel mogelijk een call inplannen. Daarna is waarde heel belangrijk. Dus geef iemand waarde en werk met leverage, zodat je in één keer mensen heel veel waarde kan geven. Dat zijn allemaal belangrijke punten, maar de volgende die is echt belangrijk. Dat klinkt wel mooi zo. Maar deze is echt, onthoud deze goed. Zorg dat je prioriteit geeft aan de juiste leads. Dus reageer zo snel mogelijk op de leads die ook werkelijk potentie hebben om te kopen. En besteed niet te veel tijd aan geen potentiële klanten. Die kan je gewoon na een paar dagen opvolgen. Een hele grote fout die ik heel veel mensen in de DM's zie maken, is dat ze met leads aan het praten zijn die toch hun dienst nooit zullen kopen. Je kan dan meteen inschatten dat ze dat nooit zullen doen. Je hebt twee soorten leads op LinkedIn. Je hebt gekwalificeerde, of ja, er zijn meerdere soorten leads, maar even voor deze masterclass. Er zijn gekwalificeerde leads. En gekwalificeerde leads, dat definieer ik als leads die mogelijk iets van jou kunnen kopen. Of diegene nou heel droog reageert, of niet reageert, of uitgebreid reageert. Als iemand iets van jou kan kopen en in jouw doelgroep valt, dan is hij een gekwalificeerde lead. Daarnaast heb je nog warme leads. Of een warme gekwalificeerde lead. Als dan een lead gekwalificeerd is, dus iets van jou kan kopen en warm is, dan wil je daar als eerst op reageren. Dan is hij geneigd om een call bij jou in te plannen, right? Je hebt ook nog warme, ongekwalificeerde leads. En heel veel mensen die praten met warme, ongekwalificeerde leads. En dat draagt dus helemaal niks bij aan je omzet. Helemaal niks. En het kost je wel heel veel tijd. Ik hoor soms dat 90% van de tijd in de DM's van sommige mensen gaat naar warme, niet gekwalificeerde leads. En dan verbazen ze zich waarom ze heel veel tijd bezig zijn met DM's. Dus je wil echt de focus houden op de leads die ook iets van jou kunnen kopen. Begin bij de warme gekwalificeerde leads in jouw inbox en ga daarna toe naar de koude gekwalificeerde leads. En dan één keer in de zoveel tijd kun je de niet gekwalificeerde leads even beantwoorden op een vriendelijke manier. Want je runt wel een business. Kijk, als jouw doel het is om te netwerken en je niet per se meer omzet wil, als netwerken nu belangrijker is voor jou dan omzet, dan kan het. Maar als omzet nu momenteel voor jou het belangrijkste is, dan wil je focus daarop houden. En focus betekent nee zeggen tegen dingen die er niet toe doen. Dus dat is mijn definitie in ieder geval. Oké, dan snelheid 2.0. Hoe sneller je op leads kan reageren, hoe beter. Dus als je dan die warme, gekwalificeerde leads hebt, hoe sneller je op ze reageert, hoe beter het is. Dus hard to get, zeg maar van, ik wacht een paar dagen om te laten lijken alsof het druk is. Ik heb niet gezien dat dat werkt. Dus het is gewoon beter om snel goed te reageren op die warme, gekwalificeerde leads. Oké, nou, effectiviteit. Dus daarnaast is het principe van effectiviteit belangrijk. Want kijk, als je een Calendly linkje hebt verstuurd, dus dit linkje met, hey, je kan hier een call inplannen. Hier staat het voorbeeld. Dan is het heel erg effectief om mensen ook follow-ups te sturen als ze niet hebben ingepland. Dus dat zag je ook een paar keer. Ik stuurde dan een paar keer een follow-up van, hey, lukt het je om een beschikbare tijd te vinden? Je zal het druk hebben, Jan. Daarom houd ik het berichtje even naar boven in je inbox. Ik hoor graag van je. Nou, dus als iemand het eenmaal heeft ingepland, dan wil je er ook bovenop zitten als iemand toestemming heeft gegeven. Oké, connectie. Praat alsof je met een oude vriend praat, alsof als dit gepast is. Of juist zakelijk als het gepast is. Kijk hiervoor naar de persoon met wie je praat. En daar gaan we zo meteen ook dieper op in. Dus je wil je afstemmen op wat jij denkt dat gepast is om tegen deze persoon te communiceren. Je communiceert ook anders tegen jou. Een man van 55 in het algemeen, dan tegen een jongen van 23 zoals ik. Je communiceert gewoon net iets anders. Of een vrouw van 55 en een jongen van 23, nog duidelijker. Dus het is net anders. Dus je wil daarop je vraag of je communicatiestijl aanpassen. En zorg ook, dat is correctie 2.0, zorg dat je er ook daadwerkelijk een gesprek van maakt en niet enkel een vragenvuur. Hele belangrijke. Oké. Even een slokje drinken. Oké, alright. Kijken of er vragen zijn.
Hoe houden jullie alle leads bij? Gebruiken jullie een specifieke CRM? Oké, okay, ik ga daar straks even op in, Martijn. Op het, nee, ik ga het nu wel even doen. Ik heb echt een beetje een haat-liefdeverhouding met een CRM. Ik heb nog niet. Ik heb nog in de online coachingmarkt. Ik heb heel weinig coaches gezien die geschaald zijn naar in eerste instantie de meeste van mijn klanten die willen naar 10k per maand groeien, of naar sommigen naar 100k per maand. En ook naar 100k per maand, wat wij doen met LinkedIn, dat is echt heel simpel. De gekwalificeerde warme leads, die zetten wij in favorieten. Want als je het ergens moet bijhouden, of het nou in Trello is, of in Pipedrive is, of je bent zoveel extra tijd bezig om het daarin te zetten, terwijl je die tijd gewoon op andere manieren, je kan beter die weggeverpost schrijven. Want heel veel mensen houden het dan wel bij hun CRM. Maar de CRM bij jou levert niet direct iets op. En meestal dan stellen ze het één keer in, 2 ochtenden. Dan doen ze er een week niks mee, dan werken ze een klein beetje bij. Dan doen ze er 3 weken niks mee, dan staat het daar weer. Dus ik heb nog vrijwel nooit gezien dat iemand in de fase met een coaching business of een dienstverlenende business, tot aan 10k à 100k per maand, echt een uitgebreid CRM bijhoudt. Het is gewoon favorieten in de LinkedIn-chat. En dan is er gewoon een workflow dat je die favorieten als eerste doorloopt. Dus dat is hoe we hebben het getest. We hebben Trello getest, we hebben Pipedrive getest. Maar het werd gewoon minder gebruikt. En kijk, wanneer het van waarde is, een CRM, dus heel veel grote organisaties doen het. Kijk, als je al heel veel geld uitgeeft aan marketing, dan wil je dat de leads goed gestructureerd zijn. En ook, kijk, als het sales team bepaalde notities achterlaat in het CRM, zodat het delivery team dan daar kan doorverwijzen om de klant een nog betere ervaring te geven, dan kan het relevant zijn. Maar als je daar voor de rest helemaal niks mee doet, en het alleen maar een beetje een overzichtje is, dan zijn er veel makkelijkere manieren daarvoor, naar mijn mening. Maar doe daarin ook vooral wat jij werkt. Dit is wat werkt voor ons. Oké, okay, alright. Nou, dan gaan we even in op wat DM-scripts en de filosofie daarachter. Ik vind DM-scripts belangrijk om de volgende reden. Want kijk, als je niet een script hebt, dan is het zo lastig om iedere lead steeds weer opnieuw op te volgen. Het lukt bijna niet als je elke keer iets persoonlijks moet schrijven. Of je moet er echt heel goed in zijn. En natuurlijk, de scripts, daar breng je nuance in aan. Maar je wil een aantal standaard zinnetjes hebben die je kan gebruiken in situaties die vaak voorkomen. Dan kun je dat gebruiken en dan juist daarom in de situaties waar het toe doet, persoonlijk zijn met een lead om die verderop in het proces te brengen. Nou, dit zijn dus scripts die goed werken voor ons. Doe er gerust inspiratie van op. Let er wel op dat je ze personaliseert naar jouw stijl en kopieer mijne niet. Alsjeblieft, kopieer het niet. Dus dat is gewoon niet toegestaan. Ik geef jou deze scripts om jou zoveel mogelijk waarde te geven, maar kopieer deze niet uit respect voor mij. Dat zou ik echt waarderen. Oké, scripts om gesprekken te starten. Nou, dus hier, ik ga niet alles doorlopen, maar je krijgt het hele bestandje toegestuurd. Ik zal er even een paar doorlopen. Wanneer iemand onze connectieverzoek stuurt van hey Jan, dankjewel voor je verzoek en leuk om verbonden te zijn op LinkedIn. Zou ik uit nieuwsgierigheid mogen vragen wat je aandacht trok op mijn profiel? Soms zeggen leads hier van ja, ik heb interesse in LinkedIn, kunnen we een keer bellen? Dat komt echt regelmatig voor. Soms zeggen ze ja, ik wil aan de slag gaan met LinkedIn, dan kun je zo'n gesprek oppakken. Deze werkt echt supergoed. Nou, ook wanneer iemand ons profiel bekijkt, dan is het hey Jan, ik kreeg een melding van LinkedIn dat je mijn profiel bekeek. Het lijkt mij tof en waardevol om je toe te voegen aan mijn netwerk. Doe je mee? Heel simpel. Even kijken. Ja, dus al die trainingen sturen we ook toe. Dus als iemand nog niet heel enthousiast reageert, dan zeggen we van hey, ik bouw graag een relatie op met mijn netwerk door ze waardevolle content aan te bieden. Kan ik je misschien blij maken met wat gratis trainingen over LinkedIn lead generatie en virale content? Nou, en dan vervolgens sturen we dit bericht. Dit zijn er een aantal van de scripts, vooral voor de opening van het gesprek. En in alle DM-conversaties, dus die hele map, daar vind je uiteraard ook nog veel meer andere scripts in. Ik ga niet alles hier zo helemaal delen, maar als je zelf al die gesprekken gewoon doorleest, daar ga je ook zoveel van leren. Als je van al deze gesprekken doorleest, dan heb je daarna zo'n goed beeld van hoe een DM-gesprek in elkaar zit. Dat zijn gewoon 17 gesprekken. En ik denk er ook nog over om hem verder aan te vullen. Want we krijgen natuurlijk ook steeds nieuwe klanten erbij. Dus we kunnen echt gewoon op een gegeven moment een heel document maken met gewoon 100 gesprekken van al die DM's. Lijkt me wel echt gruwelijk. Dat daar heel veel waarde in zit. Oké, dat is deze. De sleutel tot goede DM-gesprekken. Nou, dus dat zei ik net ook al een beetje. Je wil je afstemmen op de lead die voor jou zit. Want deze scripts bieden je een stabiele basis. Want ze zijn makkelijk om te versturen en werken super. Maar personaliseer ze wel op basis van jou, dus hoe jij bent en de persoon waarmee je praat. Kijk, stel je voor dat ik ik ben mezelf. Ik ben gewoon Michel, 23, mijn eigen tone of voice. Kijk, ik ben best wel relaxed. Ik ben gewoon relaxed. Ik ben gewoon vriendelijk. Ik communiceer op een vriendelijke manier. Dan is het best wel raar als ik tegen iemand ga praten, bijvoorbeeld die. Of, stel, of dan praat ik tegen bijvoorbeeld een
andere vrouwelijke coach van 55. Maar dan ben ik gewoon vriendelijk, een beetje humor tussendoor, maar gewoon gepast. Kijk, ik praat anders tegen een vrouw van 55 als tegen een andere jongen van 23, die ook ongeveer hetzelfde doet als ik, maar dan internationaal of zo. Dan praat je gewoon anders, dan ouwehoe je een beetje over andere dingen. Maar stel dat ik nu niet mezelf was, stel dat ik een jongen was van 35, die anabolen gebruikt, bij wijze van spreken, en ook marketing consultant is, en echt testosteron boven de 2000 nanogram per deciliter, dat is super hoog voor jullie beeld. En dan praat ik sowieso ook anders tegen die vrouw van 55 en ook tegen die andere jongen die iets soortgelijks doet. Dus je past het aan op basis van met wie jij communiceert en ook wat jouw communicatiestijl is. Anders, als je heel anders praat in de DM versus content, dan denken mensen van, hé, maar wat is dit? Dus die fout maakte ik in het begin soms ook een beetje. Dat ik dacht, ja, soms is het goed om de leiding te pakken in gesprekken in de DM. Dus dat is leiding nemen, weet je wel. Nou, dus mensen die lazen altijd mijn content. Mijn content was altijd hetzelfde. Gewoon relaxed, laid back, een beetje humor, enthousiast. En soms in de DM, dan was het een beetje van, oké, dan dacht ik, oké, ik doe even, ik ga de leiding nemen. En dan dachten mensen, zeg maar, Michel, gast, weet je. Of wat doe je dan? Ik dacht dat je heel relaxed was in je content. Maar nu ben je zo, laten we dit doen, weet je. Heel dominant, dat past niet bij elkaar. Dus zorg dat je ook, en dat het jouw tone of voice is, dat je het ook afstemt op jouw content en de rest van jouw personal brand. Ja, precies. Dit voorbeeld gaf ik net. En als je hier diep op in wil gaan, heb ik deze video over het begrijpen van jezelf en anderen. Dus dit is eigenlijk het framework wat ik gebruik om te analyseren hoe ik tegen iemand communiceer, waar diegene op aan zou gaan, waar diegene niet op aan zou gaan en nog veel meer. Dus het gaat echt over, ja, hoe je het wereldbeeld van anderen analyseert, cognitieve biases, gewenste identiteiten. Dus dit is wel echt gewoon, ja, heel goed vind ik zelf. Dus deze is niet heel vaak bekeken, omdat het niet over lead generatie gaat of wat dan ook. Maar dit is echt zo'n ontzettend waardevolle training die ik je echt kan aanraden om te bekijken. Oké, dat is deze. Kijken of er vragen zijn. Oké, ik zie bestand. Ja, inderdaad, als je bestand comment, dan kun je het bestand toegestuurd krijgen. Oké, even kijken. Mocht je het leuk vinden om te knutselen in de IT, dan kun je altijd zo'n Flutterflow proberen om zelf iets uit te bouwen. Dat is gratis. Oké, thanks Stijn. Hoe zou je het doen voor een coach die in de crypto zit? Voornamelijk lange termijn Bitcoin in plaats van ASAP geld verdienen met traden. Ja, dan zou ik weggevers weggeven, Stijn. Dus dan weggeverpost plaatsen op LinkedIn. En dan ook de weggeverfunnel gebruiken om daarmee leads te converteren. Het is wat lastiger als je een crypto coach bent om daarvoor outreach te doen. Dus dan wil je het liefst doen met weggevers. Dus dat je graag gewoon comment en dan die leads converteert in het DM. Oké. Ja, dus dan gaan we nu in op het chat-to-call framework. Dus voor we overgaan op dit framework, dus alle principes van hierboven, die zijn leidend. Dus dit framework is meer een houvastje ervoor. Want we werken nog steeds met de principes van, verstuur kennislead zo snel mogelijk als die lead klaar is voor een sales call. Nou, we houden nog steeds focus op de juiste leads. We reageren snel, et cetera. Dus die principes zijn nog precies hetzelfde. We versturen ook de scripts in situaties die gewoon passend zijn. En ja, de LinkedIn en de rest van je online strategie, ik heb het nu tussendoor ook al over van, zorg voor de juiste content, zorg voor weggevers, want het hangt allemaal samen. Maar dit is zelf het chat-to-call framework. En weet zelf, dit framework is niet de enige manier om leads te converteren in een DM. Dus er zijn ook heel veel andere methodes. Dus het is niet dat deze methode de enige is of heilig is, maar dit is één houvastje wat kan helpen. En die principes hierboven, daar ben ik wel echt van overtuigd. Dus die kun je wel verder zo gaan doorleggen. Maar dit framework is enkel een houvast. Oké, dan het chat-to-call framework. Dus ik ga hem eerst even benoemen en ga ik daarna aan de hand van een voorbeeld ga ik er doorheen lopen. Oké, stap 1 is de opener. Dus eigenlijk je opent het gesprek, zodat de lead warm is en ook zoiets heeft van, ik vind het tof om, of ik ben enigszins geïnteresseerd. Dus totdat het gewoon gepast is om een bruggetje te maken naar waar je het over wil hebben, over business. Dus dan is het eigenlijk iemand opwarmen totdat het gepast is om over business te beginnen. Dan is stap 2 de huidige situatie achterhalen. Stap 3 de gewenste situatie achterhalen. Stap 4 obstakels achterhalen. En stap 5 de call voorstellen. Ga ik even dit gesprek erbij pakken, gesprek 17. En dit is een lang gesprek, maar ik ga hem even doorlopen. Nou, je ziet, hier pas ik het script toe in november 2023. Ik kreeg een melding dat hij op zijn profiel keek. Dus het lijkt me toch wel waardevol. Je ziet, doe je mee. Nou, dankjewel voor je connectieverzoek. Fijn om te linken. Ik heb je verhaal gehoord bij de Lotgenoten podcast. Erg indrukwekkend. Nou, dus trainingsbedrijf aan het opstellen. Hij gaat LinkedIn trainingen opvolgen. Kijk, en dit is wel een ander begin. Dus hij heeft de podcast al geluisterd. Dus hij is best wel warm. Er zijn ook nog heel veel andere gesprekken. Bijvoorbeeld van gesprek 13. Ik zal eventjes hier zo kijken. Gesprek 13. Kijk,
Hier is het gewoon de start voor een training voor LinkedIn. Dus niet per se een hele podcast. Dus je hebt niet per se een podcast nodig. Gewoon een normale gratis weggever. Dat werkt ook. Oké, gesprek 17. Nou, trainingsbedrijf aan het starten. Nou, hopelijk heb je waarde uit de podcast kunnen halen. Dan sturen we het script van: hey, kan ik je blij maken met wat extra gratis trainingen over LinkedIn lead generatie en virale content? Je ziet hem. Nou, waardevolle lessen. Hij ontvangt ze graag. Nou, dan sturen we de trainingen toe. Gaaf, hij is benieuwd. Bedankt voor het delen. Fijn weekend. Nou, dan reageren die vervolgens weer op een weggeverpost. Dus dan komt hij in de loop terecht. Nou, dat zijn zijn filmpjes. Zeker veel waarde. Dankjewel. Nou, hier opnieuw heeft hij weer op een weggever gereageerd. Nou, dan zeggen we: hopelijk is het van waarde. Dus hier dachten we wel van: hey, oké, nu kunnen we het wel vragen. Ik keek trouwens net even op je profiel. En interessante dingen doe je. Je bent lekker bezig met het posten van content. Zou ik je een paar vragen mogen stellen om te zien of ik je mogelijk verder kan helpen? Het is gewoon dus dit is de manier die wij meestal gebruiken. Beleefd en direct. Dus beleefd en direct. En dan zijn we hier dus nu bij de opener hebben we gehad en we maken nu het bruggetje. Het bruggetje naar waar we het over willen hebben. Kan ik je verder helpen? Ik ga ermee aan de slag. Thanks voor het compliment. En zeker, hij is benieuwd naar de vragen. Dan zeggen we vervolgens van: hey, ik keek al op je profiel, maar kun je me meer vertellen over wat je doet? Wat is bijvoorbeeld je belofte aan je klant en het prijspunt waarvoor je je service verkoopt? Nou, dan zegt hij dat hij zijn eigen bedrijf heeft, gericht op de ontwikkeling van teams en medewerkers van bedrijven op het gebied van soft skills en coaching. Dus dat kan variëren van een vraag van een sales team. Lees hem gerust eventjes door. Ga ik even wat drinken instellen of inschenken. Nou, zijn belofte naar de klant, die heb je ook hier gezien. En dan, dit is een belangrijke, dan benoemt hij hier ook het prijspunt van zijn product. Oh, waar waren we gebleven? We waren hier zo. Dan vragen we vervolgens: perfect, hoeveel van deze pakketten zou je per maand willen verkopen? Heb je daar specifieke doelen voor? Nou, dan zegt hij 2 per maand. Dus dan weet je al, het is best wel een stap om te vragen: hey, wat is je omzetdoel? Maar als je eerst vraagt: wat is je prijs? En dan vervolgens: hoeveel van deze pakketten wil je per maand verkopen? Dan is het wat meer laid back. Dan is het wat meer: oh, relaxed. Het is niet zo een drempel om dat te vragen of te zeggen. Dus je rolt er meer natuurlijk in. Nou, dan zeggen we vervolgens: dus hebben we hier het doel achterhaald? En dan zeggen we: normaal gesproken zouden we ook al zeggen van: hey, hoe ver sta je daar nu van af? Maar dat wisten we al, want we wisten al dat hij meer op de start stond. Dus anders zouden we nog vragen van: hey, hoe ver zit je daar nu van af? Want dan hebben we ook de huidige situatie. Dus hier is hij even omgekeerd: eerst gewenst, dan huidig. En dan zeggen we hier van: oké, zou ik je mogen vragen wat naar jouw idee hetgeen is, wat je ervan weerhoudt om dit te bereiken? Dan kan ik je goed advies geven. Nou, waar haal je die klanten vandaan? En dan zeggen we vervolgens: bedankt voor je openheid hierin. Hoe meer we chatten, hoe meer ik denk dat we je hier supergoed mee op weg zullen kunnen helpen. Sta je ervoor open om een keer te bellen? Nou, lijkt me een goed plan. Dan zegt hij vervolgens: is goed. Dus dan is het om het linkje te ontvangen. Dan sturen we hier weer het linkje. Nou, en dan vervolgens had hij even geen call ingepland. Dus misschien waren we hier vergeten om hem op te volgen. Ik heb geen idee. Of nee, hij had wel een call ingepland. Hij had hier een call ingepland. Nou, vervolgens hier zo vroeg hij dan om een weggever. Dus ook als mensen al een call hebben ingepland, blijven ze het aanvragen. Dat is ook het krachtige ervan. Nou, hopelijk is het van waarde. Fijne dag. Nou, bedankt weer, kerel. Echt heel fijn. Ik zag trouwens net in onze agenda dat je vandaag een gesprek had met Bram. Bram is de coach in mijn team. Hoe ging het gesprek? Leuke kennismaking. We hebben een tweede call staan om te kijken of jullie aanbod pasbaar waren om met ons te staan in mijn reis als ondernemer. Nou, dan zeg ik: helemaal goed. Ik kijk ernaar uit hoe het vervolggesprek is verlopen. Dan vervolgens vraagt hij hier weer de challenge aan. Dus dan vraag ik weer van: hey, hoe ging je laatste gesprek trouwens met Bram? Dus het gaat heel natuurlijk zo. Nou, fijn om het richting te hebben. Het gesprek ging goed. Nu starten of bezig met bepalen wanneer ik zou starten. In ieder geval met de tijdsinvestering, ook de investering qua kosten. Nou, super tof. Mocht je nog een gesprek hebben, trek even aan de bel bij mij of Bram. Dus dan houden we hem zo in de loop. Dan sturen we hier weer het bericht wat ik ook eerder stuurde van: hey, ik lanceer LinkedIn Legends. Dit sturen we dan aan alle warme leads. Dus als ook leads in jouw DM zitten momenteel, maar je weet niet hoe je ze kan converteren. De eerste is weggevers. En de tweede is een soort follow-up als deze, waarin je zegt: hey, binnenkort lanceer ik een nieuw traject. En een aantal mensen die kunnen in de pilot stappen tegen een korting. Dan verkoop je meer onder de radar. Dus dat zijn de twee hele effectieve methodes. Nou, fijn dat, of, tof dat je hem stuurt. Dus hij ontvangt hem graag. Snap je? Dus zo hou je leads ook in de loop. Dus nou, vind je het goed als ik je weer een linkje stuur naar de agenda? Nou, goed plan. Dan heeft hij een call met Merlijn, een ander teamlid van mij. En het is een deal geworden. Dus dit is eigenlijk het hele framework. Dus wat kan helpen is: hey, een opener tot een bruggetje gemaakt kan worden. De huidige situatie wil je achterhalen, de gewenste situatie, de obstakels wat er dus tussenin staat. En dan wil je de call voorstellen en dan daarna eventueel follow-up sturen.
Maar bijvoorbeeld ook, je hebt ook andere voorbeelden van gesprekken die helemaal niet zo gaan. Zoals dit gesprek, gesprek 6. Kijk, dit is gewoon iemand die zich aanmeldt voor de challenge als eerste. Dus dat is de eerste reactie. Nou, dan vervolgens vraagt hij weer de content kalender aan. Tot zo in de masterclass. Dan is het hier al van, hey, ik keek net trouwens even op je profiel. Ik zag dat je regelmatig aan het posten bent. Lekker bezig. Haal je daar al mooie resultaten uit? Dus dit is wel het bruggetje naar business, hier zo. Nou, steeds meer. De interactie neemt toe, alleen blijft het nog wel een uitdaging om bijvoorbeeld mijn event te vullen. Eén op één klanten druppelen wel binnen, maar vaak pas als mensen me al langere tijd volgen. Investeren in business coaching in puntje, puntje, puntje blijft nog nieuw. Interessant om meer te leren over LinkedIn. Mijn doelgroep zet het zelf nog nauwelijks in, merk ik. Nou, wel een mooie, mooie opportuniteit. Dus dat is een Belgische jongen die het berichtje heeft getypt. Dus daarom opportuniteit in plaats van kans. Ik merk dat ik nu vooral succesvol bouw aan mijn personal brand tijdens mijn eigen event. Nou, dan zeggen we hier zo. Ik snap je. Wel, als ik naar je profiel kijk, dan zie ik wat potentie voor jou en je aanbod op LinkedIn. Totaal vrijblijvend, maar lijkt het je waardevol om een keer te bellen. Dus dan vragen we hier al om de call zonder eerst de gewenste situatie te achterhalen. Die hebben we natuurlijk ook al een beetje helder in het bericht. Maar hier zie je dat het een stuk korter is. Nou, dan vervolgens dan sturen we het linkje. En zo gaat dat. Dus op deze manier voer je of genereer je sales calls via de DM. Dus ja, om het nog even samen te vatten. Het doel van de oprechte opening is eerst om het ijs te breken en een relatie op te bouwen. Soms doe je dat door over business te praten, soms niet. En zorg dat het natuurlijk is om een bruggetje naar business te maken. En maak daarvoor ook bij je voorkeur een script. Zodat je ook dat script steeds weer opnieuw een beetje kan gebruiken. Dus de introductie van dat bericht naar het doorleiden is vaak wat anders. Die personaliseer je. Maar het script kun je steeds meer gebruiken om hem zo door te leiden. Nou, dan achterhaal je de huidige situatie. Dus dan maak je het bruggetje met de bridge naar bridge to business. En dan probeer je eerst met een aantal vragen hun huidige situatie te achterhalen op een beleefde manier. Dan vervolgens kijk je naar waar jouw potentiële klant heen wil, naar de gewenste situatie. En vervolgens kijk je welke obstakels er zijn. Dus dat is eigenlijk het principe van gap selling. Van hey, oké, je staat nu hier, je wil hierheen. Wat staat ertussen? Kunnen wij jou helpen om dat op te lossen? En dan vervolgens dan bouw je op richting de call en stel je hem voor. Dus wat wij dan vervolgens zeggen is, hey, stel je voor iemand zegt, ik heb nu ongeveer 2000 euro per maand in omzet. En ik wil graag groeien naar 10.000 euro per maand in omzet. En wat ertussen staat, is dat ik niet weet hoe ik mijn aanbod, of ik weet niet hoe ik daar klanten voor moet krijgen. Dan wil je eerst een paradigm shift maken. Dus wat we dan zeggen is, hey, heb je wel eens aan gedacht om organische marketing op LinkedIn toe te passen? Want dat is de methode waarmee wij zelf en onze klanten veruit de beste resultaten boeken. Dus dan introduceren we eerst LinkedIn en dan zeggen ze vaak, of nee, ik heb er nooit aan gedacht. Dan zeggen we, oké, sta je voor open om daarover te bellen? Of ze zeggen, ja, ik heb er wel aan gedacht, maar nog niet toegepast. Oké, sta je open om over te bellen? Of ja, ik pas het al toe, maar ik hou er nog niet genoeg uit. Oké, sta je open om erover te bellen? Dus dat is echt een fantastisch bruggetje. Je wil ook al de vraag stellen, ook op basis van het antwoord wat je graag wil krijgen. Dat is een belangrijke. Nou, als je wil weten hoe je paradigm shifting ook kan toepassen, heb ik hier opnieuw ook een hele training over paradigm shifting. Alright. Dus die kun je dan ook zo aanvragen als je het bestandje aanvraagt. Nou, je ziet hier ook hele waardevolle tips. Dus deze is ook heel goed bekeken. Klinkt ook wel sexy, paradigm shifting, maar het is ook echt een hele, het is echt een heel goed en krachtig marketingprincipe dit. Oké, okay, dan ja, je hebt het al een paar keer gezien in mijn voorbeeldconversatie. Maar dan vragen we, hey, mag ik je een linkje sturen? Dan sturen we het linkje. En als ze dan niet reageren, sturen we follow-ups. Even kijken of er vragen zijn. Is deze meeting nogmaals terug te zien? Yes. Als je de recording wil, dan kun je naar mijn LinkedIn-pagina toe gaan. En dan kun je daar ook het linkje waarmee je nu hier gekomen bent, als je die later weer bezoekt, dus als je hem gewoon even opslaat, dan kun je deze weer bekijken. Of je kan je abonneren op mijn YouTube-kanaal. Daar plaats ik hem later op. Ik heb sowieso hele goede video's op mijn YouTube-kanaal staan. Dus deze, Kate Michel Moussa. Niet de kijkgeschiedenis. Oké. Okay. Michel Hoesa. Dit is mijn YouTube-kanaal. Dus hier zijn ook een aantal video's op. Hele goeie. Daar kun je ook op abonneren als je het wil zien. Hoe vind je een goede setter? Dat is een heel vak apart, Stijn. Ik heb wel een training over hoe je een goede setter vindt. Dat is een setter checklist. Ik zal die even hier zo in de DM neerzetten voor je. Die kun je bekijken. Het linkje staat nu hier in de DM. Dat kun je zo kopiëren. Oké, okay, perfect. Ook benieuwd naar de CRM die jullie hiervoor gebruiken. Houden jullie ergens bij met iemand anders een Calendly link bezorgen?
Ik onthoud bijvoorbeeld niet alle prospects die ik 3 maanden geleden al sprak. Ja, we hebben echt een minimaal CRM-kader. Dus inderdaad, als iemand een Calendly call inplant, dan staat het wel in een CRM. Maar meestal onthouden we dat eigenlijk wel indirect. We werken echt met een favorietje op LinkedIn en een CRM. Oké, de call was ingepland. Dat zijn echt de dingen die wij voornamelijk bijhouden. Voor de rest houden we best wel minimalistisch. En dan, ja, want anders, we merken dat de CRM alle input die je daarin stopt, je kan daar gewoon zomaar een half uur per dag mee bezig zijn. En de output is niet per se heel veel extra. Dus wij gebruiken minimaal het CRM. Sales Navigator kun je ook zeker weten gebruiken. Ja, oké, ik zie een aantal bestanden. Perfect. Oké. Dan gaan we over naar de Acknowledge Relate Question formule. En met deze methode kun je het gesprek ook doorleiden en empathisch houden. Dus het is eerst als je een bericht naar iemand stuurt. Kijk, stel je voor, je praat met mij in de DM. En ik vraag eerst aan jou, hey, wat heb je voor business? En je antwoordt, ja, ik heb een financiële coaching business. Ik help anderen om een goed personeel te bouwen. En ik zeg, wat zijn je doelen? Zeg je, ja, mijn doelen zijn een aantal klanten krijgen. Hoe ver sta je daar vanaf? Het klopt niet helemaal. Dus je wilt zo hoe mensen normaal gesproken gesprekken voeren. En in de DM kan het wat lastiger zijn, omdat je dat niet gewend bent. Maar normaal gesproken is de formule acknowledge. Dus je acknowledge wat ze zeggen. Relate. Je relate daartoe. Dus je relateert je daaraan. Is dat dan een vervolgvraag? Oké, stel het voorbeeld. Wat voor business heb je? Oké, ik heb een financiële coaching business. Ik help mensen met hun pensioen opbouwen. Ah, super tof, dat is heel waardevol. Ik heb dat zelf een tijdje geleden ook gedaan. Het kan echt life-changing informatie voor iemand zijn als je dat gewoon hebt, omdat je dan echt gewoon als ondernemer een pensioen opbouwt. Dus mooi werk doe je. Heb je specifieke doelen voor je business? Ja, ik wil graag groeien naar 10 klanten per maand. Dus tof doel van dan kan je gewoon zeggen van, tof doel en wat is dan nu je pakketprijs? Want misschien kan ik je ook wel helpen om die klanten te krijgen. Dus dan heb je even een beetje. Dat je af en toe zo'n formuletje kan gebruiken om het empathisch te houden. Dus je zegt eerst wat ze zeggen. Dus oh, tof dat je dit doet. Ik heb dat zelf ook wel eens gehad. Vraag. Dus oké, zinnen die je kan doen voor empathie. Oké, oh ja, ik begrijp je volledig als je dat zegt. Ik had hetzelfde toen ik X, Y, Z ervaarde. Of ik weet precies wat je bedoelt. Het is inderdaad vervelend als X, Y, Z gebeurt. Of tof, ik waardeer dat je het zegt, want de openheid vind ik altijd mooi. Of nou, dat moet echt geweldig voor je zijn geweest. Gefeliciteerd, man. Of bedankt voor je openheid, dat waardeer ik. Of bedankt voor je openheid richting mij, dat waardeer ik. Nou, zoiets. Dus een aantal mindsets, dus je wil zorg dat je dus het gesprek ook vloeiend houdt op die manier. Benadruk vanuit een win-win. Dus zie het niet als een jij tegen de lead, maar meer als een samenwerking. Van, hey, hoe kan je de lead ook helpen met de juiste vragen om inzichtelijk te krijgen of jij die persoon kan helpen of niet. En ja, benadert ook op een open manier van waarde bieden. Dus hou het frame aan van, ik ben hier gewoon om te kijken. Als je ook zegt van, kan ik je wat vragen stellen om te zien of ik je mogelijk verder kan helpen? Dus het is echt op een manier van waarde van, ik wil kijken of ik jou mogelijk verder kan helpen. Kan ik je, of mag ik je, kun je misschien wat dingen delen? Want dan kan ik kijken of er een mogelijke win-win samenwerking in zit. Dus dat is echt een hele krachtige. Gewoon continu framen als een win-win samenwerking. Want mensen staan altijd open voor win-win samenwerkingen. Dus als je gewoon echt zegt van, als je dat ook je frame is van, zullen we kijken of ik wil een aantal vragen stellen om te kijken of er een win-win samenwerking in zit. Heel veel mensen staan daarvoor open. En volg ook je intuïtie een beetje. Als je een berichtje typt en die komt bijvoorbeeld enigszins overeen met de principes die ik hier nu zeg in deze masterclass. En alles klopt daarin. Maar je ziet dat berichtje en je denkt van, het voelt niet helemaal goed. Volg dan alsjeblieft je intuïtie. Want je intuïtie is daarin vaak juist. Dus dan moet je hem iets aanpassen tot hij wel goed voelt. Want anders voelen mensen dat ook. Dan is het niet helemaal gepast. Vaak bijvoorbeeld ook met een script. Dus een van de beste voorbeelden hiervan is bijvoorbeeld als je. Stel je voor, je hebt een hele grappige zin in gedachten. En in sommige contexten is die zin of die grap die je maakt is heel grappig. Maar omdat die grap dan in één situatie grappig was. Pas je hem ook toe op een nieuwe situatie. En je voelt van tevoren al een beetje van, kan dit? Maar je maakt het en dan is hij totaal niet grappig. Snap je? Want het niet klopt. De situatie is niet afgestemd. Dus volg je intuïtie daarin. En gebruik je, of ik zou niet een ego erbij gebruiken. Gewoon snel reageren als het kan, is mijn tip. Ik heb het getest. Maar de lead is koning. Als de lead reageert, hoef je niet te denken, ik wil pas na een paar dagen reageren of na een aantal uur om druk te lijken. Hoe sneller je kan reageren, hoe beter. Speed is king. Dus speed. Ga voor snelheid. Kunnen jullie even laten weten wat jullie tot dusver van deze masterclass vinden? Is het waardevol?
Gaan we nu verder naar de laatste onderdelen. We hebben een mooie tijd afgerond vandaag. Net om 11 uur al klaar zijn, dus dat is super nice. Oké, hoe kom je dan bij 10 tot 20 sales calls per maand? Oké, de eerste KPI die je dan wil aanhouden is 2 gekwalificeerde sales calls per week. Dat is het eerste. Dus het stukje, als je start met LinkedIn, met de hele contentstrategie, met DM's, et cetera. De eerste KPI waar je op wil mikken is 2 gekwalificeerde sales calls per week. Dus echt calls waar je wat aan hebt. Vervolgens wil je dan naar 5 calls per week gaan. 5 gekwalificeerde calls. Dus echt calls met leads die mogelijk iets van je kopen. De derde is 10 calls per week en de vierde is 20 calls per week. Kijk, als jij 2 gekwalificeerde calls per week hebt en je converteert 25% daarvan naar een klant. Dan heb je dus 2 klanten per maand, afhankelijk van wat je prijspunt is. Maar de prijspunten van mijn klanten zijn meestal tussen de 2,5 en 5k. Dan zit je dus op tussen de 5 en 10k per maand. Right? 5 calls per week heb je 20 calls per maand. Als je daar, nou, dat is het 25% van converteert, dan heb je dus 5 klanten per maand. 5 keer 2,5 of 5 keer 5 is tussen de 12,5 en 25k. Dus als je dit hebt, en het is echt gewoon absurd om hierboven, kijk, als je 20 calls per week hebt en je converteert daar 25% van. Dan heb je dus 20 klanten per maand op een 5k prijspunt, dat is 100k per maand. Dus 20 calls per week, dat ga je niet alleen redden met deze methodes. Daarvoor zijn nog andere manieren nodig. Maar de getallen die. Het klinkt zo weinig, 20 calls. Het is veel natuurlijk, maar het klinkt niet als huge. Maar het is echt huge als je dit kan halen. Dus het geeft echt hele grote resultaten. Oké, hoe kom je daar dan vaak? Vaak 5 via weggeverpost, als je in eerste instantie op de 20 calls per maand wil zitten. Wil je 5 leads via weggeverpost genereren? Hierboven in het bestandje staat een training over hoe je dat doet. 5 via leads die jou benaderen via jouw content. Dus echt gewoon dat jij content plaatst en dat leads jou daarvoor benaderen. En 5 via gekwalificeerde leads die jij benadert. Dus mensen die jouw profiel bekijken of je voegt een aantal mensen toe op LinkedIn. Dat zijn allemaal manieren om dat te realiseren. En een hele belangrijke tip is dat je zorgt voor een goede online presence en de juiste content. Want wanneer jij een post plaatst. Dan kun je dus zien dat je al die leads in één keer opvolgt in de DM. Op een indirecte manier. Oké, dan de prioriteiten die ik aanraad. Als eerste van de dag, linkjes versturen van Calendly. Dus het stukje, als iemand een call wil inplannen in de DM, ga dan eerst naar de gesprekken toe die een linkje nodig hebben van Calendly. Oké, en daarna wil je de leads die wel een Calendly-linkje hebben gekregen, opvolgen als ze hem nog niet hebben ingepland. Dat is de nummer één prioriteit. Dus begin hiermee als je start in de DM elke dag. Oké, dan wil je terugkomen op gekwalificeerde warme leads. Dus mensen die iets van je kunnen kopen en warm zijn. Die jou benaderen in gesprekken. En daarna gekwalificeerde koude leads. Oké, calls die je hebt staan reminden. Dus oké, we hebben morgen een call. Ik zie je dan om 2 uur. Even een reminder. Nou. Daarna het gesprek verder oppakken met extreem gekwalificeerde leads en warme gesprekken die niet reageren. Dit zijn gesprekken die wel een reactie hebben gegeven. En dit zijn gesprekken die nog niet een reactie hebben gegeven, maar wel iets van jou kunnen kopen. Dan gekwalificeerde connectieverzoeken accepteren en een bericht sturen. Gekwalificeerde weggever aanvragen opvolgen en een bericht sturen. Gekwalificeerde volgers en profielbezoekers toevoegen en een bericht sturen. Gekwalificeerde leads die op jouw post reageren en een bericht sturen. Dus dan ga je meer zitten op, hey, wie hebben mij benaderd met mijn LinkedIn-profiel? En misschien vraag ik je nu af, hoe kan ik mijn profielbezoekers bekijken? Dat kan door hier zo naar weergave van het profiel te gaan. En dan kun je hier zo zien wie jouw profiel bekeken hebben. En als je dan iemand ziet die in jouw ideale doelgroep valt, dan kun je diegene ook ja, hier zo opvolgen. En een connectieverzoek sturen. Daarna wil je gekwalificeerde leads opvolgen waar het gesprek eerst een klein beetje warm was en die nu stilgevallen is, samen met de koudere leads. Oké. Wat heb je dan nodig om werkelijk te groeien? Nou, het eerste is de goede DM-strategie. Dus van het eerste contact tot aan de sales calls en deels daarna. Maar als ik naar mijn klanten kijk, dan zijn DM's niet hetgeen wat hun hele business echt compleet verandert. Dus een DM-strategie, dat is heel waardevol om te implementeren. Het is naar mijn mening ook een ondergeschoven kindje van lead-generatie. Maar er zijn een aantal andere belangrijke dingen die jij moet gaan toepassen, naar mijn mening, voordat je echt enorme resultaten kan boeken met je business. Het eerste is een heel goed, onweerstaanbaar, hooggeprijsd aanbod. Met een prijspunt van minimaal 2.500 euro. Dat ook goed te leveren is, zodat jij ook tijd overhoudt om aan jouw bedrijf te werken en niet in jouw bedrijf. Als jij een minder goed aanbod hebt, dan kun je de beste marketing- en DM-strategie in de wereld hebben. Maar dan is het heel erg lastig om dat te verkopen. Dus echt ik zeg altijd, een verandering in je aanbod kan echt je hele business veranderen. Echt je hele business. Dus het volgende wat je nodig hebt is een contentstrategie.
Dus als je dat hele goede aanbod hebt, dan wil je een contentstrategie hebben die ook leads voor je genereert. Je ziet ook in al die voorbeeldconversaties, de meeste calls die wij boeken en klanten die wij krijgen, komen allemaal via leads die ons benaderen, door onze weggevers en meer. En zo, je wil echt dat dus helemaal optimaliseren, want dan kan je veel meer resultaat boeken uit de LinkedIn DM's. En het is ook nog veel leuker, vind ik. Dus je hoeft niet mensen allemaal koud te benaderen, ze benaderen jou gewoon, et cetera. Daarnaast heb je ook, als je die contentstrategie opzet, een goed profiel nodig met sterke funnels. Dus je wil een LinkedIn-profiel krachtig inrichten met ook de juiste funnels daarachter. Als je inspiratie daarvoor wil, kun je uiteraard mijn profiel hier zo bekijken. Die weet je wel te vinden. Maar dat heb je ook nodig. En je hebt ook skills. Dus dan, kijk, deze drie zijn eigenlijk eerst het belangrijkste. En daarna de DM-strategie. Want als je dan heel veel leads hebt door een goed profiel, een goed aanbod en goede content, dan kun je ze gaan converteren met DM's. En dan daarna worden sales skills op een team heel erg belangrijk. Omdat je ook de calls natuurlijk moet gaan converteren in sales, als ze uiteraard een match zijn. En een krachtige mindset. Want als je geen krachtige mindset hebt, dan ga je het waarschijnlijk niet volhouden om al deze dingen te leren. En dan stop je ondertussen. Dus al deze dingen zijn heel erg belangrijk.